Een slimme haven is een duurzame haven. En een duurzame haven is het fundament voor een economie waarin bedrijven kunnen groeien en mensen in de wijde omtrek veilig en bovenal prettig kunnen leven. De INO's kan bijdragen aan het verduurzamen van de wereldhavens. Hoe dit in zijn werk gaat, horen we van Simon Bootsma en Bianca Milaan van Common Invent. De elektronische neus, of de INO's, is een apparaatje waarmee allerlei gasjes, zoals geurende stoffen, maar ook niet geurende stoffen, die in de lucht hangen, kunnen worden opgepikt door een stel sensoren die in dit compacte apparaatje zijn verwerkt. En dat is dan het begin van een hele proces waarbij die geuren worden gedetecteerd en omgezet in informatie waarmee dus een uitspraak kan worden gedaan over de geursituatie. De elektronische neuzen die staan dus in de openbare ruimte of bij bedrijven en hangen ze aan een lantaarnpaal. En dan worden ze via die lantaarnpaal worden ze van elektriciteit voorzien. Of ze hangen aan zonnepanelen, zodat ze door de zon worden bekrachtigd, van energie worden voorzien. En je zou zelfs de neuzen via een windmolentje kunnen voeden. Nou, de INO detecteert dus verandering in de luchtsamenstelling. En als er een hele grote verandering is, komt er een verkleuring. En deze verkleuringen worden gezien door de meldkamer. En deze meldkamer die registreert dus veranderingen van het INO-netwerk. En als er zo'n verandering is, dan kunnen ze eventueel onderzoek gaan doen wat de verandering is. En als er ook klachten zijn van burgers, dan is er natuurlijk nog meer urgentie om te kijken wat de oorzaak is van deze verandering. Allereerst kijken ze op het INO-scherm. Daaruit kunnen ze mede door een combinatie te kijken van welke neuzen verkleuren, waar komt de wind vandaan, krijgen ze dan al een indicatie waar het mogelijk is. Dan gaan ze zelf op pad als het zeg maar noodzakelijk is. En die mensen kennen natuurlijk de omgeving ontzettend goed. Ze kennen de bedrijven, ze herkennen de geuren en al deze informatie gebruiken ze om sneller en effectiever de bron op te sporen. De meerwaarde van de inzetten van de INO's zoals we het hier in Rotterdam en inmiddels ook in Amsterdam en in Moerdijk en andere havens hebben, is dat in alle havens wonen en werken mensen heel dicht bij allerlei industrie waar wel eens een puffje kan uit ontsnappen. Nou, de overheden, de mensen, de bedrijven, als die samenwerken kunnen ze veel beter en eerder in de gaten hebben wat er aan de hand is, waar het vandaan komt en wat het effect is op de leefomgeving en de beleving. En daarmee heb je dus eigenlijk een verduurzaming van de maatschappij. Mensen worden gerustgesteld om in zo'n complexe haven toch een optimaal gevoel van veiligheid te hebben.